De beurtschippers Pieter en Aard Bouwman uit Schoutswaard voeren in de oorlog met hun schip, de Neeltje, 60 ton en voorzien van een 18 pk kromhoutmotor tussen Rotterdam en Goudswaard heen en weer. Begin november 1944 namen ze een vracht aan van de in Goudswaard achtergebleven boeren Dirk Bouwman en Leendert Stolk. Het was een lading hooi, stro en klaverhooi en een paar honderd mut aardappelen. De lading werd in de haven van Nieuw-Beijerland ingenomen op 9 november 1944. En die lading die stak nogal hoog boven de luiken uit, dat stro. Dat was een hele tas van voor naar achteren. En ons schip was er niet zo voor ingericht. Dus ik was genoodzaakt om op de sturen te gaan staan, om er overheen te kijken. En mijn broer stond aan het roer. En zo konden we dan de haven uitvaren in de richting van Goudswaard. We sloegen Nieuw-Beijerland zo ongeveer om 2 uur in de middag, met tegen hoogwater, naar links in de richting van Goudswaard. Over het spui? Over het spui. Want die vracht moest van Nieuw-Beijerland naar Goudswaard toe? Ja. Want er waren bij Pier Sil, was er in de dijk een tankval gemaakt en daar konden geen auto's of ander verkeer meer overheen. En in het geïnundeerde gebied moesten ze toen bevoorraad worden over het water. Dus wij voeren de haven uit, maar voor ons uit voer een ander afgeladen schip met aardappelen van de Telegraaf uit Rotterdam. En die voer naar rechts de haven uit, voor ons uit. Terwijl wij de haven uitvoeren, hoorden we geraas en keken we achterom en zagen we over de bomen van de spuidijk, laag, achter de molen, de zwaan, ja, vlak daarover en een vliegtuig aankomen en die begon schietende zo het spui over te vliegen en die ging over dat schip dat voor ons uitgevaren was, schietende en de kogels die zag ik door het water spetteren. Over de stuurhut heen en zo weer verder. De lucht schoot die steil in. En dat schip dat is later voor de anker gegaan. En toen bleek later dat de schipper ervan, die was achter het roer, achter het stuur, in de stuurhut, door een kogel getroffen in zijn been. Een slagaderlijke bloeding. En toen heeft de vrouw, die aan boord ook was, die heeft hem naar beneden gehaald. En daar is hij doodgebloed. Hij is ook later ook begraven, ook in Nieuw-Beijerland. Jullie hadden toen geluk, maar wel de schrik in de benen, lijkt me. Ja, toen dat vliegtuig wegvloog, dacht ik, nou, die komt terug en die neemt ons. Kwam die Engelse jager weer terug? En dat vliegtuig zagen we niet meer. Maar voordat ik eigenlijk dacht om te stoppen en terug te gaan, want ik was bang dat hij ons zou aanvallen ook, vloog er een ander vliegtuig vanaf de Hikkelingskant over ons heen en die nam ons voorschip onder vuur. Nou, de kogels die vlogen dus door het schip heen. En die schoot, want er was in die uiterwaarden nogal lucht afweer geschud van de Duitsers en die vliegtuigen schoten steil de lucht weer in om weg te komen. Nou, toen ben ik over de tas heen naar voren gegaan en nou, dat was een ravage op het voordek. De aardappels en zo en een gat in de, zag ik in de mast. En toen ik in het vooronder kwam, stond er al een halve meter water. Ja. En wat bleek nou, dat er een kogel, die was door de huid heen gevlogen en in de bodem ontploft en daar een gat in de bodem. Dat water kwam binnen, ik denk nou, we gaan zinken natuurlijk. Hè. Ja. Ik heb toen uit het klerenkastje, in het vooronder was dat, hè, waar allerlei, ook een bed en je kan er slapen en van alles en zo, daar woon je in. Hè. Dus toen heb ik daar nog wat geld uit mijn jasje gepakt, dat in dat kastje hing. En toen bleek dat er een stropdas die erop hing, die was als een mes doorgeschoten door een kogel. Die was er zo doorheen gegaan.
ik ben weer vlug naar achter gegaan, naar mijn broer, die achterop stond nog aan het roer. Dan zeg ik, joh, we gaan overboord en die komt weer terug. Die komt weer terug. Ik had nog niet gezegd of we hoorden weer geraas. En dat bleek dat andere vliegtuig te zijn dat eerst geschoten had. Ja. Die was teruggekomen, weer laag over de dijk heen, achter de molen langs. En die kwam op ons af. Dat zagen we aankomen. Toen hebben we ons in de machinekamer laten vallen over elkaar. En gelukkig had ik over de machinekamer zo'n 60 meter aardappels getast. Zo 4 hoog. En daar lagen we dus onder in de machinekamer. En terwijl schoot dat vliegtuig ons dus het stuk van het roer af. En waar we net gestaan hadden, ook een stuk, de vlammen die vlogen om onze oren, bij wijze van spreken. Dus we waren net op die plek hadden we gestaan. Nou, toen was dat even stil. Toen nog even gekeken en naar buiten. En toen zijn we dan overboord gesprongen. Toen was de kust veilig om overboord te springen. Ja, want we dachten dat ze nog terug zouden komen om ons helemaal in de grond te boren. En je was zelf je leven natuurlijk, dat je geraakt zou worden. En toen zijn we, ik heb nog een plank overboord gegooid, daar is mijn broer op gaan zitten en die dreef toen verder in de richting van het veer, het was voet. Het veer in de Nieuw-Beierland Hekelingen. Daar dreef hij naartoe. Ja. En dat andere schip, dat was voor anker gegaan en dat lag er toen ook. En terwijl het schip tegen de wal aankwam, was ik ook aan de wal. Ja, meegezwommen. Maar ja, het was nog koud, het was 9 november. Ja. Dus het was echt fris. Maar ja, je bent bezig. Dus aan de wal. En toen kwamen ze van Nieuw-Beierland, kwamen ze met de roeiboot, Jan Groenberg en Nobel van die vissers. En die kwamen ons helpen. En die Jan Groenberg, die heeft toen een grote piketpaal gepakt. Want ik zei, joh, er zit een gat ervoor in. Mm-hmm. En die heeft een paal in dat gat geslagen. En toen liep die niet verder vol. En is die vracht ooit nog in Goudzwart aangekomen? Ja, wij zijn toen dat schip hebben ze eerst die gaten. Smit die heeft die gaten gestopt. Weer wat gemaakt. En toen hebben we het schip leeg gepompt met een kattenkop. We zijn 2 dagen aan het pompen geweest om het schip leeg te krijgen. En toen zijn we toch met die lading, die dus, half nat was eigenlijk, hè, dus alles wat in het ruim was, drijf nat natuurlijk, zijn we toch een paar dagen later met die vracht naar Goudzwart gevaren. Want ja, die boeren, die moesten, we moesten die vracht kwijt. Dus, en die wilden hem ook wel hebben natuurlijk, hoewel die enorm kwaad was eigenlijk dat het een natte lading was. Hè. Maar ja, we zijn er goed vanaf gekomen. Je mag blij zijn dat we toch nog hier zijn. Dat is over het verhaal van Pieter Bouwman die in 1944 niet vermoedend in de haven van Nieuw-Beierland aan boord ging om een vracht hooi en stro naar Goudzwart te brengen en de gebeurtenissen die daarop volgden nauwelijks kon bevatten.